Nu is de theatercoördinator van het Mozaïek in Wijchen nog druk het podium aan het poetsen. Maar vanaf aanstaande vrijdag is er voor het eerst sinds de coronacrisis weer een grote theatervoorstelling te zien. Nou, dit is waar het publiek plaats gaat nemen. Afgelopen tijd met name aan de tafeltjes en de stoelen. En binnenkort hopelijk ook weer op de tribune. Maar bezoekers komen niet zomaar het theater in. Op advies van de branchevereniging gaat het Mozaïek, net als de Schouwburg en de vereniging in Nijmegen, werken met toegangsbewijzen. Ten eerste is testen voor toegang een manier om te zorgen dat er meer mensen naar voorstellingen kunnen. We hadden nu ontzettend veel voorstellingen op uitverkocht staan, omdat we natuurlijk maar 84 plaatsen mochten verkopen. En dus daardoor kunnen we gewoon veel meer publiek de kans geven om de artiesten te zien die wij op het programma hebben. En aan de andere kant is er ook een financieel component. Met 84 mensen in de zaal kun je je voorstellen dat het veel moeilijker wordt om alle kosten van het theater te dragen. Dat sowieso al duurder is dan wat het publiek opbrengt. Ja. En ja, dat is heel even vol te houden, maar niet tot de lengte der dagen. Ergens moesten wij ook weer gewoon meer gaan betalen aan de artiesten. Zij hebben weer een hele crew die ze moeten betalen. En ja, die hele keten is afhankelijk van die publieksinkomsten. Dat wordt nog wel eens vergeten. Mensen zien natuurlijk aan het vooreind de theaters, ze zien de artiesten. Maar ze hebben niet door dat één artiest soms wel 15 tot 20 mensen onderhoudt als het gaat om de marketing, de publiciteit, een impresario dat daar weer uit betaald wordt, technici, productieleiders, decorbouwers, repetitieruimtes, regisseurs. Alles daaromheen wordt betaald vanuit de inkomsten vanuit de voorstelling. Het Mozaïek denkt niet dat veel bezoekers zich laten weerhouden door de verplichting van toegangsbewijzen. Nou, we hebben al onze bezoekers gemaild. Iedereen die van september tot en met oktober eigenlijk, want dan weten we dat die maatregel geldt, naar voorstellingen zou gaan. Die hebben allemaal een mailing ontvangen waarin we uitleggen waarom we dit doen. En daarop zijn eigenlijk maar enkele reacties gekomen van mensen die zeggen, nou dan wil ik niet komen. En ja, dat valt heel erg mee op de honderden mails die we hebben gestuurd. En het is natuurlijk niet zo dat ze niet kunnen komen. Ook als je niet gevaccineerd bent, kan je jezelf laten testen. Dus het gaat niet om wel of niet gevaccineerd. Het gaat erom dat we ja, eigenlijk de overheidsregels ook daarin aanhouden. Ja. En dat we dan weer 2/3 van het reguliere publiek in ieder geval een plek kunnen bieden.